Vandaag werd hier bij bedrijventerrein Dordtse Kil veldonderzoek gedaan naar een behandelmethode tegen de paardenkastanje bloedingsziekte. Een boomziekte die bestreden moet worden. Zoals jullie zien hangen de slangetjes aan een boom. Dat is gewoon bruikbaar in de openbare ruimte. Nu is alleen de vraag, werkt deze techniek? Vooraf is het belangrijk om te weten of de ziekte aanwezig is in de boom. Vandaar dat we nu, voordat er een behandeling toegepast wordt, als eerste een monster nemen van een aangetaste plek. Zodat die geanalyseerd kan worden in het laboratorium, zodat we zeker weten dat de boom ook echt daadwerkelijk ziek was. 2 jaar geleden is er al met een ander middel geëxperimenteerd. Een van de methoden, dat is de methode met de warmtetechniek, hebben we toen getest. Dat was toen nog onderdeel van de Universiteit van Wageningen. En die methode hebben we toen getest van waar moeten we op letten, wat is nuttig, maken we een boom niet dood per ongeluk. En die methode willen ze nu verder ontwikkelen. De komende 3 jaar zullen we dan ook volgen met monsternames uit de boom en met visuele waarneming of dat de ziekte terugkomt om mogelijk een praktische oplossing te bieden voor het kastanjeprobleem in Dordrecht, maar ook in de rest van het land en West-Europa.